Hey Mark. Dat is het. Dag jongens. Hey Mark. Goedendag. Jullie zijn met schoons bezig, begrijp ik. Ja, wat is aan de hand? Wat zijn jullie doen? Nou ja, wij zijn nog even samen de laatste hand aan het leggen aan onze nieuwste, meest recente ontwikkeling. En eigenlijk ook wel de grootste ontwikkeling die we tot op heden gedaan hebben. Kadak Modules. Het is een cloud-gebaseerd platform waar projectteams rondom een bouwproject kunnen samenwerken. Ze kunnen elementen in BIM-modellen samenstellen. Ze kunnen daar vervolgens de levenscyclus van die individuele elementen helemaal gaan volgen. In de virtuele wereld, maar ook in de fysieke wereld kunnen we dat doen. En tot slot verbinden we al die informatie die daar waardevol in dat systeem zit, kunnen we ook gaan verbinden met andere systemen. De hele grote ontwikkeling dus daar moet markt voor zijn. Hoe zijn jullie daartoe gekomen? Ja, er is ook markt voor. We hebben natuurlijk met onze partners en klanten gesproken over welke challenges zij in hun processen tegenkomen. Er is dus te veel ontwerpvrijheid bij die modelleurs, dus dat wil je ze eigenlijk makkelijker gaan maken. Okay. Dat zij veel efficiënter kunnen gaan werken en kennis uit systemen kunnen halen. En niet dat ze zelf al die kennis van die complexe materie moeten hebben. Ja, okay. Want dat levert die issues op eigenlijk. Nu sla je dat plat in 2D-tekeningen en dat levert ook weer communicatieproblemen op. Wat keur je goed? Wie heeft dat goed gekeurd? Waarom past dit kozijn niet? Dus als we die oude gezegde, voorkomen is beter dan genezen, zoals we dat in eerdere fases in het bouwproces kunnen doen, dus bij ontwerp en engineering, dan is dat voor iedereen veel efficiënter en kunnen we daarmee die kosten reduceren. Nou, hoe ziet dat technisch uit? Kijk, voorkomen is beter dan genezen. We hebben ontzettend veel tools op dit moment die ons helpen met het herkennen van problemen. Ja. Maar dan ben je te laat. Dus het eerste wat we in de techniek hier met Kadak Modules Configure oplossen, is dat we een omgeving hebben waar heel eenvoudig, met hele eenvoudige controls, een configuratie noemen we dat, wordt samengesteld. En je wordt bij alles geholpen bij een keuze, wat zijn dan de vervolgmogelijkheden. En het allerbelangrijkste is, je krijgt altijd een oplossing die goed is. Dus we koppelen daar al de industrie, de maakindustrie en de bouwindustrie koppelen we aan elkaar. Daar zijn we uniek in. Nou ja, de Kadak Modules Lifecycle is eigenlijk de opvolgende stap in, na het configureren. Wil je de elementen gaan beheren? Oké. Kijk, met Kadak Modules Lifecycle raken we de tweede hele belangrijke probleemstelling. We hebben nu een oplossing dat we samen kunnen werken in een model. Een model zoals je hier in dit plaatje kan zien. We hebben heel veel mensen tegelijkertijd aan gewerkt. Constructeurs, architecten, installateurs. We werken allemaal samen in een model. Maar wie is nou verantwoordelijk voor dat model? Dat weet niemand meer, want er is één model. Er zitten heel veel disciplines in. Dus met Kadak Modules Lifecycle hebben we een methodiek bedacht, een systeem bedacht, die ervoor zorgt dat voor iedere stap, iedere fase waar een element doorheen moet, dat noemen we dan ook de lifecycle, dat de juiste mensen de juiste controles uitvoeren op het juiste moment. Je had het net over het volgen van de dingen, track and trace verhaal, hoe zit dat dan? Precies, nou ja, met track and trace, wat kunnen we dus faciliteren met de Kadak Modules track and trace, is dat we vanuit dat virtuele ontwerp, kunnen we koppelen met een andere applicatie en dan krijgt dat allemaal een tag, een speciale code. En op basis van die code kunnen we een QR-sticker printen, kan een RFID-tag gemaakt worden. Ja. En dat wordt letterlijk op het element geplakt. Nou, op een hele leuke, ludieke manier gaan we Kadak Modules in het leven roepen. Op 28 september op onze summit. Onze Kadak Summit gasten die gaan dan ook zien wat de oplossing niet alleen doet, maar ook wat het in de praktijk kan betekenen. En waarom zo'n innovatief bedrijf als BAM hier echt op zit te wachten.